We hebben al eerder gekeken naar de Big IDs van 2021 van ARK Invest. In de eerste video keken we naar deep learning en datacenters. In de tweede video keken we naar online bankieren en bitcoin. En ook in deze video gaan we opnieuw een paar hoofdstukken behandelen. Specifiek over elektrische voertuigen, autonomie en robots. Juist om te zien naar waar ARK Invest op let. Kijken waar de kansen liggen voor ons als beleggers zijnde. Zodat we er ook weer iets van kunnen leren. In ieder geval weer een paar interessante onderwerpen dus voor deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Opnieuw gaan we dus kijken naar de big IDs van ARK Invest voor dit jaar. Omdat het best wel veel hoofdstukken zijn, doe ik in iedere video een paar hoofdstukken, dus zo ook in deze. En je kunt het document big IDs aanvragen via de website van ARK Invest. Het is 112 pagina's lang. Vandaag behandelen we de hoofdstukken 7, 8 en 9, die allemaal onderdeel zijn van de ARKQ ETF van ARK Invest. Dus laten we dan beginnen met het eerste hoofdstuk voor deze video. En dat is hoofdstuk 7, elektrische voertuigen. Nou, ARK Invest verwacht dat de verkopen van EV's de komende jaren enorm hard gaan toenemen. Dit komt omdat de prijzen van EV's nu in de buurt komen van auto's met een verbrandingsmotor. En door verbetering in techniek krijg je betere accu's tegen lagere kosten. ARK Invest denkt dan ook dat het aantal verkopen van 2,2 miljoen afgelopen jaar in 2020 naar maar liefst 40 miljoen zal stijgen in 2025. Oftewel bijna 20 keer zoveel dus als afgelopen jaar. Kijken we dan naar die verkoopaantallen van EV's. In 2019 zagen we een afname van 4% bij de verkoop van verbrandingsmotoren en een toename van 16% bij EV's. Vorig jaar is dat verschil eigenlijk groter geworden. Ondanks corona, of misschien juist wel vanwege corona, afname van 15% bij verbrandingsmotoren en een toename van 33% bij de verkopen van EV's. En de verwachting is dat rond 2023 de prijzen tussen verbrandingsmotoren en EV's gelijk zijn. Dat is in ieder geval op basis van de verkoopprijs, want onderhoud is bij een EV gewoon stukken goedkoper. Maar daar letten dan weer de meeste kopers niet op. Die kijken meestal naar de prijs van het aanschaffen, de aanschafprijs, oftewel de stickerprijs eigenlijk. Dus op het moment nu zou het misschien al goedkoper zijn om er een te kopen op de lange termijn. Maar kijken we puur naar de aanschafprijs, dan wordt dat over een paar jaar is dat dus gewoon concurrerend met elkaar. Kijken we naar twee belangrijke dingen, dan zijn dat rijbereik en acceleratie. In dit overzicht zie je de veelal populaire EV's van dit moment. Hoe hoger het staat, hoe beter die in efficiëntie is, hoe zuiniger in principe hij omgaat. We zien bijvoorbeeld Tesla heel erg hoog staan, maar ook de Hyundai Ioniq. Terwijl juist merken als Audi, Jaguar, Porsche juist onderaan staan. Dus eigenlijk gewoon maar weinig rijbereik halen uit een kilowattuur in de accu. Hoe verder naar rechts, hoe sneller je naar de 100 gaat. Hier zien we dan de Porsche, dat die zeer snel is, maar zeker ook de Mustang en wederom de Tesla. En dit zijn dan ook eigenlijk de twee punten waar kopers vaak op letten. De snelheid, maar zeker ook de efficiëntie. En wil je nou investeren in elektrische voertuigen? Juist nu veel bedrijven flink worden afgestraft in principe op de beurs. Kijken we naar Tesla, dan is die nu minder dan $600 per aandeel bijvoorbeeld. Kijk dan bijvoorbeeld eens, als je dat wil, naar de Giro. Dat is de broker waar ik het meeste van mijn geld beleg. Net zoals 1 miljoen anderen. Een link naar de Giro vind je onder de video terug. Het kost niets om een account te openen, maar het helpt wel het kanaal. Dus dat zal ik altijd waarderen. En wil je nou kijken naar specifiek de fondsen van ARK Invest? ARK heeft op dit moment niet de juiste licentie om ze ook in Europa te verkopen als ETF, om ze hier aan te bieden. Maar eToro biedt ze dan wel weer aan als CFD. Inmiddels trouwens ook alle vijf de fondsen die ze aanbieden. En ook hier zien we flinke dalingen in de koersen de laatste weken. Houd wel rekening met wat hogere kosten vanuit eToro. Maar op dit moment is het eigenlijk de enige manier om op een passieve manier in deze fondsen van ARK Invest te beleggen. En ook een link naar eToro vind je uiteraard onder deze video terug. Gaan we weer verder met het volgende hoofdstuk. Dan is dat automatisering of robotisering. Want de robots komen eraan. En niet per se om je baan over te nemen. Maar misschien creëren ze juist wel banen. En dat zou zelfs dan voor een economische groei, in ieder geval in Amerika, van 5% per jaar kunnen zorgen. Je ziet dat er steeds meer robots zijn, zeker ook omdat de prijs flink is gezakt. Waren er rond 2009 nog rond de 125.000 robots van ongeveer
50.000 euro per stuk gemiddeld. 10 jaar later zijn er dat al bijna 450.000 robots en zijn de kosten gezakt naar gemiddeld iets meer dan $20.000. En ARK denkt dat het juist goed is voor de economie dat er meer robots komen, omdat dan de productie harder kan stijgen. Wat zou betekenen dat er hogere lonen zijn. Er is namelijk meer loon voor de toename in productiviteit en dat is dan weer goed voor de werknemers. Lagere prijzen, omdat er meer geproduceerd kan worden tegen lagere kosten. En dat is dan juist weer goed voor de consument. Hogere marges, omdat er eigenlijk die extra omzet, daar is eigenlijk de vaste kosten zijn er al voor gemaakt. En dat zou betekenen dat het juist weer goed is voor het bedrijf. En dat allemaal zorgt er weer voor dat er meer investeringen komen, waardoor eigenlijk een verdere groei juist wordt aangejaagd. Terwijl er aan de ene sector natuurlijk banen zullen verdwijnen, zullen er op een andere plek weer banen bijkomen. Als voorbeeld noemt ARK de bereiding van eten. Er zal waarschijnlijk meer automatisering komen in bijvoorbeeld de bereiding van het eten. Maar er zijn dan juist weer meer mensen nodig met onder andere het bezorgen van maaltijden als voorbeeld. En gaan we dan door naar het volgende onderdeel, het volgende hoofdstuk. Dat is dan weer het autonoom rijden. Dat is eigenlijk de combinatie van de vorige twee hoofdstukken. Want als die automatisering doorzet, dan komen er ook natuurlijk zelfrijdende auto's. Dat is een nieuwe markt die naar verwachting snel zal groeien en uiteindelijk ook vrij snel dominant zal worden wat betreft het vervoer van personen. Dit komt omdat de kosten slechts een tiende zullen zijn van wat de kosten zijn van een taxi op dit moment. Het wordt dus goedkoper om een zelfrijdende auto op te roepen dan zelf een auto in bezit te hebben. En ik denk dat dat vooral heel erg belangrijk is en aan de ene kant ook nog bijna niet voor te stellen. Kijken we naar de kosten van autorijden, dan zien we in dit voorbeeld dat vroeger kostte het $1.70 per mijl om met paard en wagen te gaan. Doordat de auto er kwam, daalde dit naar $70 en het is lange tijd zo gebleven. Maar doordat er waarschijnlijk zelfrijdende auto's aan zitten te komen, kan dit opnieuw verder gaan dalen naar uiteindelijk $25 per mijl. En voor taxis en uiteindelijk robotaxis zal dit goed merkbaar zijn. Daar zijn de kosten nu ongeveer $1.85 per mijl. Maar die zullen voor de klant gaan dalen naar $1 per mijl is de verwachting. Terwijl de bedrijven toch dezelfde winst kunnen houden. Juist omdat ze minder kosten maken natuurlijk. En er zijn dan eigenlijk drie manieren van zelfrijden die op dit moment worden ontwikkeld. Tesla doet het bijvoorbeeld met camera's in de auto. Net zoals wij met onze ogen kijkt in principe een Tesla met diverse camera's. Het voordeel hiervan is dat hij dan snel in kan spelen op de huidige situatie, want hij ziet gewoon dingen gebeuren. Kijken we naar Google met hun Waymo, die werken dan juist weer met LiDAR. LiDAR zijn eigenlijk lasers die de omgeving in kaart brengen. Vaak wordt dit volgens mij nog vergeleken met een kaart die de auto al heeft. En de vergelijking van wat er nu is, vergeleken met de kaart die het al heeft en de verschillen, daar gaat hij op reageren. En je hebt bijvoorbeeld ook nog Baidu en andere Chinese bedrijven. Die bouwen juist sensoren en dat soort dingen in de infrastructuur. Dat is denk ik goed voor de lange termijn, maar vergt enorm veel werk en kosten vooraf. Pas als je eigenlijk heel je infrastructuur hebt voorzien, kun je het gebruiken als een zelfrijdend systeem, als een zelfrijdende infrastructuur. Dus drie hele andere manieren waarbij iedereen gelooft en uiteindelijk dat ze het gaan maken op de lange termijn. Kijken we weer even naar de kosten van zelfrijden. Zoals gezegd, omdat er geen chauffeur meer nodig is, zullen de kosten flink gaan dalen. Personeelskosten waren volgens mij altijd de grootste kostenpost bij taxibedrijven. En een auto kan daarnaast ook nog eens dadelijk 24 uur per dag actief zijn, terwijl een chauffeur maar maximaal 6 of 8 uur per dag mag rijden. Dus dat heeft eigenlijk op twee manieren dat het een voordeel is. Dit heeft natuurlijk effect op de kosten van taxiritjes, want de kosten van een zelfrijdende taxi worden ingeschat op $25 per mijl. Dat betekent een halvering in kosten voor taxiritjes in China, omdat daar überhaupt de kosten eigenlijk van personeel en van de auto al lager waren. Maar vergeleken met Amerika en Uber bijvoorbeeld, zorgt dat voor maar liefst een 88% goedkoper, mocht het zijn dat de zelfrijdende taxi daar komt tegen deze tarieven. Aangezien dan een zelfrijdende taxi voor $25 goedkoper is dan je eigen auto voor $75 per mijl, kan het heel erg hard gaan met de groei van deze markt, waardoor er over 10 jaar miljarden dollars per jaar verdiend gaan worden door degenen die deze platformen hebben, de autofabrikanten, maar ook de mensen zoals jij en ik die eventueel een auto zouden kunnen uitlenen via zo'n platform. En dat waren dan de drie hoofdstukken voor deze video. Ik heb al eerder een paar hoofdstukken behandeld in twee eerdere video's. En er gaan ook nog twee nieuwe video's komen met hoofdstukken die nog in de document zitten die we nog niet behandeld hebben. En alle informatie, al deze video's, brokers en andere informatie die ik besproken heb in deze video, vind je onder deze video terug. Laat er onder deze video een reactie achter.
Hoe denk jij over de toekomst? Hoe denk jij specifiek over de hoofdstukken die we in deze video behandeld hebben? Laat dat ook zeker weten, want als we elkaar allemaal een beetje kunnen helpen, dan zijn we er allemaal beter van op de lange termijn. En dan zijn we daarmee weer aan het einde gekomen van deze video en wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer dan op het kanaal als je nog niet geabonneerd bent. En dan hoop ik jou graag bij een volgende video weer te zien.